Op dit moment, de peilingen zijn heel divers. En ik vind het leuk als het goed gaat, maar we moeten nog een tijdje. Ja, het zou wel eens kunnen zijn dat je dadelijk 3-4 partijen nodig hebt. En heeft u al een voorkeur? Heeft u al gedachten daarover? Nou, over en weer heb ik er één uitgesloten. Nou, dat was helder. En verder, ja, D66 heeft de afgelopen 4 decennia prettig met de PvdA, goed met VVD, ook met CDA geregeerd. Ik zou het heel belangrijk vinden dat we met GroenLinks een keer in een kabinet komen. Dus nou, dan noem ik er al heel wat. Hè? Ja, er zijn mensen die zeggen dat u daar al een beetje op aan het voorsorteren bent door hier en daar geen vijanden meer te willen maken. Is dat ook zo? Bent u tactisch al wat aan het bewegen om... Ik ben vooral bezig een alternatief te vormen voor dit kabinet van stilstand. Ja. Want dat hebben we natuurlijk, als je nu terugkijkt op 2009, te veel gehad. Nederland is onnodig kwetsbaar geworden. Dat kunt u niet alleen, daar hebt u straks allerlei andere partijen voor nodig. Het is natuurlijk wel belangrijk om die niet nu al tegen je in het harnas te jagen. Nou, dat is vooral je positieve eigen agenda neer te zetten. Dat doen we op tal van onderwerpen. Ik vertelde zojuist over de kenniseconomie. De woningmarkt, daar moet ook flink in hervormd worden. D66 durft te zeggen, die hypotheek renteaftrek, daar moeten we wat gaan aftoppen. En bent u nu al bijvoorbeeld in de Eerste Kamer bezig met andere liberale partijen, ik noem D66, om te kijken of daar na de verkiezingen iets moois uit kan ontstaan? Dat is niet zozeer per se liberale partijen. Ik vind het belangrijk dat er progressieve partijen, en dat zijn partijen die bereid zijn om de komende tijd de moeilijke beslissingen, stel dat er 35 miljard omgebogen moet worden, dat moet wat mij betreft niet alleen bezuinigd worden, maar dat moet ook tot stand komen door investeren in onze kennis, in onderwijs, maar ook door te hervormen, de arbeidsmarkt, de woningmarkt. En ja, je ziet op dit moment conservatieve partijen, we hebben cultureel conservatief als de SP en de PVV. Je ziet institutioneel conservatieve partijen als het CDA en delen van VVD en PvdA. En je ziet wat meer de progressieven. Die zien ook dat de oplossing in Europa ligt als D66, GroenLinks en delen van diezelfde PvdA en VVD. En nu het antwoord op mijn vraag. Ik heb zojuist een aardig rijtje genoemd. Maar bent u inderdaad met die partijen al wat aan het onderzoeken? Nee, dat gaat heel rustig. We zijn onlangs met de fractievoorzitters in Suriname geweest. Ja, soms niet ons gaan. En daar waren geloof ik 10 journalisten die daar de hele dag naar gekeken hebben.